Sporten is gezond en daar kan je niet jong genoeg mee beginnen. Sportservice Kennemerland organiseert voor de kinderen uit Heemskerk en Castricum een mega instuif bij de Waterakkers. Wat kunnen we hier verwachten? Nou, dit zijn vakantieactiviteiten voor de kinderen die thuis blijven, die niet op vakantie gaan en kunnen zich inschrijven hier voor bij de Waterakkers, bij ons, bij Sportservice Kennemerland. En wat hebben we hier? We hebben vandaag popping, we hebben badminton, we hebben aan de andere kant voetbal, freerun, twister. Allemaal kleine verschillende spelletjes wat de kinderen kunnen doen, waar ze leuk vinden om mee te doen. Ja. En wat verwacht je van deze ochtend? Heel veel plezier, daar gaat het uiteindelijk om. Plezier in sport en spel. Dat kinderen ervaring opdoen met verschillende sporten, zoals aan deze kant van de hal met badminton en popping. En dat ze dat meenemen een keer, wie weet dat ze nog een keer gaan kiezen om een andere sport te doen. Dat ze denken, hey, ik heb het vorige keer popping gedaan, dat leek me hartstikke leuk. Laat eens kijken of ik dat nu wel kan doen. Naast tijdbesteding voor de kinderen, hopen jullie de kinderen op deze manier meer beweging te geven? Jazeker, dat is doel nummer 1. En plezier natuurlijk, dat is de combinatie dat het mooi is. En ik denk dat dat wel te zien is. Dat waren een aantal hele mooie moves wat we daar net zagen. Zit jij op dansles? Ja, ik ga erop. Ik ben nu iets aan het doen voor school bij het AZ-stadion. Dus daarna ga ik er weer op. En ik heb het wel al 2 jaar gedaan, breakdance. En ik heb ook al een half jaar hip-hop gedaan. Dus het ging je eigenlijk best wel makkelijk af? Popping heb ik 1 keer gedaan. Toen was Stefan ook bij ons op school. Alleen het is nog wel moeilijk. Het is nog wel moeilijk te doen. Dus heb je ook voor de badminton opgegeven? Nee, niet voor het toernooi. Dus je gaat gewoon zo wel oefenen? Ja. Ik zag je heel leuk staan met de kinderen bij de trampoline. Wat waren jullie aan het doen? De kinderen maken daar een koprol en tipsalto's. En kinderen die heel hoog kunnen springen maken daar een salto. Dus boven de mat een koprol draaien. En ben jij nou een gymlerares of ben je ook een buurtsportcoach? Ja, mijn functie heet combinatiefunctionaris bij Sportservice Kennemerland. En dat bestaat uit gymlessen geven op de scholen en organiseren van dit soort sportactiviteiten in de schoolvakanties. Wat vind jij nou het allerbelangrijkste voor de kinderen vandaag, voor een paar uurtjes dat ze hier zijn? Dat ze plezier hebben in bewegen, dat ze lekker actief bezig zijn in plaats van thuis achter de computer op de bank zitten. En gewoon lekker sporten met elkaar. Hoe begeleid je ze daarin? Vooral bij een onderdeel zoals de trampoline? Ja, bij de trampoline staan wij en dan geven we instructie. Wat ze moeten doen, wat ze met hun hoofd moeten doen. Hoe ze de beweging moeten maken. Van tevoren wordt er ook een uitleg gegeven aan de kinderen. De veiligheidsvoorschriften worden besproken waar ze op moeten letten. En overal is begeleiding. Aan deze kant zijn er wat jongere kinderen. En aan de andere kant, dat we net hebben gefilmd, zijn er de wat oudere kindjes. Wat is het verschil tussen de onderdelen die hier plaatsvinden en daar? Hier is het een vrije sportsituatie. Kinderen mogen zelf kiezen wat ze gaan doen. Voetballen, trampoline, met de touwen zwaaien, schommelen of andere spelletjes hier met jong leren. Wat kunnen we in de toekomst nog verwachten van Sportcentrum Kennemerland? Nou, we hebben deze vakantie ook nog andere activiteiten. Morgen hebben we een bootcamp in het park en freerunnen. Verder nog een sportinstuif in Castricum bij Sporthal de Bloemen. En ja, we doen gewoon iedere vakantie proberen weer leuke, nieuwe, ludieke activiteiten te bedenken. Nou, moeten jullie mij een beetje helpen hoor. Waar zaten jullie nou net op? Op het schommelschip. Het schommelschip. En ik zag jou heel stoer daar helemaal staand schommelen. Vond je dat niet eng? Nee. En jij ook? Jij vond het ook helemaal niet eng? Nee. En hoe harder je ging, hoe meer je los ging maken van de schommelschip? Ja. En waarom heb jij je opgegeven? Ik doe het elk jaar en ik soms vind sporten belangrijk dat kinderen dat doen en je wordt heel erg ook gewoon gezond van en dat is gewoon leuk om te doen. Inderdaad, en waarom vind jij sporten belangrijk? Nou ja, ik vind het niet belangrijk, maar ik vind het gewoon heel erg leuk. Je vindt het gewoon heel erg leuk om te doen? Ja. Kunnen we deze sportinstuif volgend jaar weer verwachten? We doen iedere schoolvakantie organiseren wij deze sportinstuif. En steeds met verschillende verenigingen, dus dat er verschillende clinics worden gegeven. En ook, we proberen ook deze zaal anders in te richten. De ene keer komt er een springkussen, de andere keer een trefbaltoernooi. Dus iedere schoolvakantie zijn we hier aanwezig.